Ja, die gaat schoon, Michael. Iets voor Naar de ons. vader en zoon ergens is aan. Ja. Vorige keer hadden we gezien, iets de rooms katholieke kerk 1. Dus de kenmerken van de kerk. Er zijn vier inwendige kenmerken en twee uitwendige kenmerken. De inwendige kenmerken van de kerk zijn dus 1, heilig, katholiek en apostolisch. Dat staat in het credo. Hè? Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Ik geloof in 1 heilig, katholiek en apostolische kerk. En de twee uitwendige kenmerken zijn mirakels en profetieën. Is de Rooms-Katholieke Kerk nu 1? Ja, omdat al haar leden hetzelfde hoofd hebben, namelijk een onzichtbaar hoofd Jezus Christus en een zichtbaar hoofd de paus. In normale omstandigheden is er een paus. Nu hebben we een paus verloren wegens ketterij, maar God zal organiseren dat er iemand komt. Normaal gezien, God zal een efficiënte genade geven dat er iemand komt. De kerk kan niet lang zonder paus leven, er zal wel een paus komen. Dus als je verliest door de ketterij, verlies je het pausschap. Dus er zal een paus komen die geen ketter is natuurlijk, want anders is de moeite niet. Hè? Want de paus moet juist zijn broeders in het geloof bevestigen. De Rooms-Katholieke Kerk is 1 omdat al haar leden hetzelfde hoofd hebben, dezelfde leer in tijd en plaats. Dat is heel belangrijk. En dus als je wilt weten waar de kerk is, dan moet je een overeenkomst hebben met de leer. Met vroeger, wat er altijd kind is geweest. Als er een afwijking is met vroeger, zit je niet in de ware kerk. En dat staat in deze catechismusvraag. Er is eenheid in tijd en plaats. In tijd en plaats. De kerk is 1, dus ik ga niet plots een andere kerk worden. Nee. Een breukkerk zoals Pastoor Stuyver in een tijd. Die sprak van een breukmis. Dus de nieuwe zondagmis heeft gebroken met wat een katholieke mis zou moeten zijn. En het moet normaal een offer zijn. En ze hebben er maaltijd van gemaakt. De breukmis. Dus als je gebroken hebt, zit je niet meer één, zit je? Dus het is heel belangrijk die vraag, want we zitten nu eigenlijk met een kerk, een postconciliaire kerk, die gebroken heeft met het verleden. Calvin Ratzinger is er ook bekend, dat Gaudium et Spes, een van de belangrijkste documenten van Vaticaan II, en dat is contradictorisch zijn met de Celumis van Pius IX. Enzovoort, enzovoort. Je kunt theologisch bewijzen dat er meer dan 125 afwijkingen zijn van Vaticaan II in verband met wat de kerk vroeger geleerd heeft en gedaan heeft. Liturgie bedreven heeft. Hoe dat liturgie bedreven heeft. De leer, de dogma, moraal en liturgie. Dezelfde leer, hetzelfde offer en dezelfde sacramenten. Ziet je? Dus de protestanten hebben de leer veranderd en de sacramenten. Die hebben ook geen hoofd. De schismatieken hebben het hoofd ook verworpen. Die aanvaarden nooit geen paus. De paus heeft niks te zeggen. De paus heeft maar een erevoorzitterschap, is eigenlijk geen hoofd. Ze hebben ook de leer veranderd. Het filioque hebben ze dus verworpen. Dus ze zeggen dat de Heilige Geest van de Vader voorkomt. En de kerk leert dat de katholieke kerk leert dat de Heilige Geest voorkomt van de Vader en de Zoon. Dus het zijn ketters. Zij aanvaarden in het sacrament van het huwelijk een tweede huwelijk moet mogelijk zijn voor hen. Dat ook tegen de Heilige Schrift. Jezus zegt: wat God verbonden heeft, zal de mens niet ontbinden. Voor de rest hebben ze als gemeenschappelijk, behalve dat ze dus het huwelijk concilie is van na de breuk in de 12e eeuw, de 11e eeuw, 12e eeuw, verwerpen. En noem maar op, hè. Noem maar op, het is in welke andere godsdienst, die heeft ergens gebroken met die eenheid. Die eenheid, die maakt wat de kerk is. Ze is die kerk van vroeger nog altijd dezelfde, en als je afwijkt, zet je een andere kerk. En ook in plaats moet ze dezelfde zijn. Dus wat er hier geleerd wordt, of in Rome, of in Londen, of in Peking, onder de katholieken, dat moet allemaal hetzelfde zijn. Er mag geen wezenlijk verschil zijn, er mag geen contradictie zijn. Dat is normaal, hè? Ziet je, eenheid van tijd en plaats. De leer is heel belangrijk, want wij zitten nu in een ketterse tijd. En vanaf het begin van de kerk heeft een duivel proberen ketterij te veroorzaken. Dat is dus de eenheid het kapot te maken, hè? Door ketterij te verkondigen, dan breek je, dan gaat je een nieuwe leer
Luther heeft een nieuwe stichting gedaan, hè? Die heeft iets nieuws gedaan, die heeft gebroken, hè? Dus iedere ketterij veroorzaakt dus een schisma. En ieder schisma houdt natuurlijk een ketterij in, want waarom zou het Johannes afscheiden? En dan is de Rooms-Katholieke Kerk heilig. De heiligheid is het doel van de kerk. Is het doelkenmerk. Dus heel belangrijk. De eenheid is wat ze is. Hè? En de heiligheid is waar ze naartoe, waar ons naartoe leidt. Ze is heilig omdat haar onzichtbaar hoofd Jezus Christus heilig is. Hij is God, God-mens, de volmaakte mens. Hij is heilig, hij is de heiligheid. Ten tweede, omdat ze haar leren voortdurend door haar leer en haar sacramenten tot heiligheid opwekt. Dus ze heeft middelen om naar de heiligheid te brengen. Ze heeft niet alleen het doel, maar ook de middelen ervoor. Ze heeft de middelen om de mensen heilig te maken. Hè? Maar de mensen moeten daar gebruik van maken. Als de mensen gebruik maken, want de verlossing gaat met medewerking. De schepping gaat zonder medewerking van degene die geschapen wordt. Maar de verlossing niet, daar moet je voor medewerken. Maar als je medewerkt, de kerk heeft alles ter beschikking om je naar de hemel te brengen. En omdat ze er veel tot heiligheid, ja zelfs tot heldhaftige heiligheid brengt. Dus je ziet in het verleden dat er al veel heiligen zijn aangekomen in de hemel. Hè. Ontelbaar. Je hebt natuurlijk diegenen die heilig verklaard zijn, maar je hebt anderen die niet heilig verklaard zijn, die toch in de hemel zijn. En al diegenen die in het vagevuur zijn terechtgekomen, gaan ook naar de hemel uiteindelijk. Dus haar hoofd is heilig, haar doel is heilig, haar middelen zijn heilig. Haar leer is heilig. Ze heeft al veel. Ze heeft leer in de kerk. Je hebt de triomferende kerk. Hè. De hemel is een deel van de kerk. Wij zijn een kerk op aarde, we zijn een strijdende kerk. Je hebt in het vagevuur de leidende kerk. Je hebt de hemel de triomferende kerk. Hè. Dan is de Rooms-Katholieke Kerk katholiek of algemeen? Katholiek wil zeggen dus algemeen. Dat is een Grieks woord. Dat betekent dat niemand mag uitgesloten worden die van goede wil is en die mens is. En als je mens bent en van goede wil, dan moet je katholiek kunnen worden. Dan ben je welkom. Want God heeft alle mensen geschapen en alle mensen zijn voor de hemel geschapen. En Jezus is voor alle mensen gestorven. Je hebt voor alle mensen de voldoende genade bekomen naar de hemel te gaan. Als de mensen niet naar de hemel gaan, dan is het hun eigen schuld. Dus de kerk is katholiek, dus over de hele wereld verspreid. Is de Rooms-Katholieke Kerk, ja, ik kan hier het antwoord lezen van de catechismus. Ja, de Rooms-Katholieke Kerk is katholiek of algemeen, omdat ze gesticht is voor alle mensen en alle volkeren en omdat ze inderdaad verspreid is over heel de wereld. Is de Rooms-Katholieke Kerk apostolisch? Dat wil zeggen van de apostel afkomstig. Hè? Dat je die apostolische lijn kunt bewijzen. Hè? Dat de bisschoppen die we hebben, gewijd zijn door de bisschoppen die teruggaan op de apostelen. Want de apostelen hebben bisschoppen wijd, dat wil zeggen opvolgers van de apostelen. De opvolgers van de pausen zijn, van Petrus zijn pausen. En de opvolgers van de apostelen zijn bisschoppen. We zijn de kerk altijd pausen en apostelen en bisschoppen geweest. Dus ja, de Rooms-Katholieke Kerk is apostolisch, omdat ze gegrondvest is op de apostelen. Dat betekent dus, je kunt die lijn bewijzen. Die lijn bewijzen dat we teruggaan op de apostelen. Bijvoorbeeld Mons Le Vijve, die is gewijd geweest door verschillende bisschoppen. En je kunt terugdraaien tot Pius V. En na Pius V... Het is een beetje moeilijker, want dan kom je terecht in chaotische toestanden ook. In de eerste drie eeuwen had je dus de vervolging. Ja. De registers werden niet zo goed bijgehouden, maar je hebt dan werkelijk de mondelingen overleveringen dat bevestigt. Omdat ze door de wettige opvolgers van de apostel wordt bestuurd, weet je, dus paus en bisschoppen, en omdat ze de leer van de apostel geloofden en beleid. Ja. Dat is nog eens een keer een bevestiging van de eenheid van de kerk. Dus de leer staat twee keer in de kenmerken. De leer staat in de eenheid en de leer staat in de apostoliciteit.
Die ene leer moet de leer zijn van de apostelen, want de apostelen die hebben de ganse leer van Jezus overgeleverd. Dus de ganse openbaring is gestopt met de dood van de laatste apostel. Dus de leer die één is, die moet een leer zijn die je daar kunt terugvinden, de leer van de apostelen. Je mocht niks uitvinden. Je mocht geen thesis gaan uitvinden of zoiets. Een thesis van welke apostel komt dat, meneer? Je ziet hier, hè? Omdat ze de leer van de apostelen geloofd hebben bereid. Je moet altijd kunnen bewijzen dat het altijd overal door iedereen is geloofd, want dat is een bewijs van de apostel, dat op de apostel teruggaat. Als je dat niet kunt bewijzen, dan als het een thesis is, er is iemand die dat uitgevonden, een professor ergens, hè? Of al is die bischop, ja, dan zijn we toch verkeerd bezig. Of je moet kunnen bewijzen dat die thesis door de apostelen werd voorgehouden, maar ik weet niet of de apostelen thesis hebben gepredikt. Ik hoor nergens spreken in het evangelie van, en nu een apostel Paulus kwam in Athene en hij sprak over een thesis. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord van de thesis. Er zijn mensen die hun ganse beweging op een thesis funderen. En dan zijn ze op zand aan het bouwen. Hè. Dat is de rots niet van Jezus, van de apostel. Hè. Dat is zand. Hè. Ik vind dat is niet plezant, want dat gaat... Jezus zegt, uw huis gaat invallen. Hè. Als er stormen komen. Hè. Wordt de waarheid van de rotsgelegen kerk ook door mirakelen bevestigd? Ja. Weet je? Dus er is een... er zijn... inwendige kenmerken en uitwendige kenmerken. Maar van mirakelen en profetieën. Ja, sinds haar bestaan en ontstaan door alle eeuwen heen, wordt de waarheid van de Rooms-Katholieke Kerk ook door mirakelen bevestigd. Waar zijn die mirakelen van de broederschap? Waar zijn die mirakelen van Monsieur Willemsen? Waar zijn die mirakelen van andere instituten? Hè? Door welk mirakel is de thesis bevestigd? Waar zijn de mirakelen? Hè? Hier is een mirakel gebeurd. Enfin, een fenomeen, een ossie is veranderd, het is beginnen bloeden, het is altijd niet verklaarbaar door de wetenschap. Dus ik herhaal, dat is een artikel van de catechismus. Dat sinds haar ontstaan en door alle eeuwen heen, ook in de 21ste eeuw, wordt de waarheid van de Rooms-Katholieke Kerk ook door mirakel bevestigd. Ook door, dus door die vier kenmerken, maar ook door mirakel. Ziet je? En dan is er in de Rooms-Katholieke Kerk een altijd durende mirakel. En er zijn mensen weggegaan, omdat die ossies gaan bloeden. Dus die mensen kennen hun catechismus niet meer. Dat is juist het bewijs dat je moet blijven. Dus gewoon weer, en natuurlijk, die zijn wel aangezet door andere priesters, dat is jaloezie, noem ik dat eens. Je moet zeggen, als het is, de mensen die niet meer naar hier komen, dat die zijn door andere priesters opgezet, waar er geen mirakel gebeuren. Ja. Dus Jezus hebben ze beschuldigd dat hij mirakel deed door de duivel. Hè. Dus het is niks nieuws onder de zon. Hè. Maar dit staat wel in de catechismus, hè. Dus dat zij dan hun mirakelen dus tonen. Hè. Als de priesterbroederschap, die bestaat van 1940, al 47 jaar. 1970, pardon. 1970 wil zeggen 47 jaar, pardon. En wel, op 47 jaar, met duizenden geloven, honderden priesters en zo, waar is er nooit geen mirakel gebeurd? Is dat normaal? Terwijl die catechismus zegt ja. En de mensen, nu dat de mensen nodig hebben om te weten waar de kerk is. De mensen hebben dat nodig. En wel, omdat die leer die verkondigd was, niet volledig was. Want Mons Lefebvre vergiste zich onschuldig over de paus. Dus God kon dat niet bevestigen. Heeft de Kettense paus en altijd als paus aanzien. Dat wordt door God niet bevestigd. Maar van als we hier die paus niet meer aanvaarden, onmiddellijk gebeurt hier een mirakel. Maar, we zeggen, dat is het. De hemel zegt, dat is het. Begrijp je? Ik kan dat bewijzen dat er is, want je moet gewoon naar het traditie putten. Maar ja, de mensen hebben mirakels nodig. Want mensen zijn geen theologen.
Is in de Rooms-Katholieke Kerk een altijd durende mirakel? Ja, het is een altijd durende mirakel, namelijk haar wonderbaar en vruchtbaar voortbestaan. Voilà. Dus je moet niet wanhopen, ook al zijn we klein, de kerk zal voortbestaan. De poorten van hel zullen niet overweldigen. Namelijk haar wonderbaar en vruchtbaar voortbestaan, ondanks vervolgingen, scheuringen, ketterijen, hè? Staat erin, hè? Ondanks de zwakheden van haar leden, ja, soms zelfs van haar oversten. Nou, zwakheden, hè? Maar niet ketterijen, hè? Want als je ketter zet, lig je buiten. Dus ondanks de scheuringen, dat wil zeggen, als gescheurd is, dat zijn schisma's, ligt is er een stuk af. Hè? Ook ketterijen, hè? Als ze een ketterijen, dan ligt het buiten, hè? Dan verliest de kerk leden, hè? Door ketterijen, hè? Luther. Door Luther heeft ze een derde van Europa verloren. Hè? Maar toch is ze blijven voortbestaan. En nu zitten we volop in ketterijen en scheuringen en vervolgingen en zwakheden van haar leden. En toch blijft de kerk voorbestaan. Je weet dat onlangs die profetie van Apocalypse 12 in vervulling gegaan is. Hè? Want die constellatie die wordt aangegeven, die komt helemaal tot in de details uit. En wel, die tekst zegt dat Maria zwanger is, dus de vrouw is zwanger. Maar ze is niet zwanger van Jezus, want die is al geboren, dus het is van de kerk. Want de psalm zegt, homo et homo natus est in ea. Een mens en een mens is in haar geboren. Dat betekent Jezus fysiek en Jezus mystiek. Dus Jezus mystiek is de kerk. Dus de kerk wordt in haar geboren. En Sint-Augustine zegt, als we in de hemel gaan, dan zal het zoals een geboorte zijn. Maria zal ons baren in de hemel. Dat betekent dat we nu in haar schoot zijn. Volgens Sint-Augustine. En de ingang in de hemel is zoals een geboorte, een natalitia, inderdaad. Dus Maria is zwanger, dus we zijn embryonaal klein, dat is ook zo. We zijn embryonaal op het ogenblik. En de grote slang staat daarnaast. Hè. Dat wil zeggen een duivel, het grootste teken van de hemel. De Hydra. Dat betekent dat de duivel ons vervolgt, dat is ook zo. Dus de duivel vervolgt ons. Geweldig. En er is sprake van een grote strijd in de kerk, dus, en dat de duivel niet meer gaat winnen. Vanaf dan aan. Dus dat is nu nog eens een keer gebeurd, de 23 september 2017. Die constellatie van Apocalypse 12. En voilà, het is vandaag het feest van Heilige Michiel, daarmee spreek ik er ook een beetje over, want er wordt gesproken in die profetie over Maria, kindje Jezus en Michiel. En ook dat een uitgebreide catechismus zal u zeggen dat niet alleen mirakelen, maar ook profetieën zullen altijd in de kerk zijn. Dus uitwendige kenmerken van de kerk zijn mirakelen en profetieën, niet alleen mirakelen. Maar een profetie is ook een soort mirakel, in die zin is het een brede zin een mirakel. Een profetie is een mirakel dat je de toekomst kent. Hè. Dat is niet normaal. Dat is dat buiten de menselijke mogelijkheden gaat. Zo, dat is het einde van de achtste les. Zijn er vragen? Geen vragen? Alles klaar? Ja, dus we zitten aan de. We hebben juist de les gezien, dus over de kerk. De les is de gemeenschap van de heiligen. Wat is de gemeenschap van de heiligen? De gemeenschap van de heiligen, daaronder verstaat men dat alle leden van de kerk deel hebben aan dezelfde geestelijke schatten. Dus zoals een familie, een gemeenschap is, het is zoals een familie, de kerk is eigenlijk een familie, de familie van God. En we hebben deel aan dezelfde familieschat. Dat zijn geestelijke schatten, dat zijn bijvoorbeeld de verdiensten die door andere heiligen zijn bediend geweest, die kunnen wij van profiteren. Hè. We beginnen met Jezus, Maria, Franciscus, al die grote heiligen.
Want dan is de volgende vraag: wat zijn dan die geestelijke schatten waaraan de leden van de kerk deel hebben? Wel, dat zijn de verdiensten en de voldoeningen van Jezus Christus, van de Moeder Gods en van de andere heiligen, de vruchten van het misoffer. Want elk misoffer wordt opgedragen voor alle mensen. Aanwezig en afwezig, levenden en overledenen, dat is in het vagevuur. En de goede werken van de gelovigen. Telkens als je staat van genade zijt en je doet iets goeds, dan is dat een verdienste, waar ook andere mensen van profiteren. Weet je? Omdat in een familie, als in een familie iemand rijk is, dan deelt iedereen in die rijkdom van die familie. Als vader en moeder rijk is, dan zijn de kinderen ook al rijk. Maar als je een rijke broer hebt, die gaat u niet van honger laten omkomen, toch? Die gaat u toch iets geven aan hem toe, die gaat u iets helpen. Die gaat u helpen, hè? Ze zeggen eerst oompje en dan oompjes kinderen. Dat is een universele regel, hè? Dat is een solidariteit van de gemeenschappen, hè? En de kerk is een gemeenschap, dus een solidariteit die normaal is. Dus waaruit ontstaat de gemeenschap van de heiligen? Hoe komt die plots tot stand? Wel, die ontstaat uit de innige eenheid van de... We hebben juist gezien dat de kerk één is. Dat is een van haar kenmerken. Is één heilige en apostolische. Is één. Omdat alle leden hetzelfde hoofd hebben. Het onzichtbare hoofd Jezus Christus, het zichtbare hoofd normaal de paus. Als er geen ketter is, tenminste. Dezelfde leer, in tijd en plaats. En dan hetzelfde offer en dezelfde sacramenten. Dat is de eenheid. Wel, uit de innige eenheid... die de leden van de kerk door de werking van de Heilige Geest natuurlijk, want de ziel van de kerk is de Heilige Geest, hè, dus je wordt lid van de kerk en je krijgt de Heilige Geest bij het doopsel, door de werking van de Heilige Geest met het ene hoofd Christus onder elkaar verbindt. Dus we zijn allemaal door het doopsel lid geworden van de kerk en dan krijgen we de staat van genade, het recht op de hemel, die gesloten deugden en de En dus eigenlijk de gaven van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest, dat wil zeggen de liefde tot God, de liefde van God. En die verbindt ons met het ene hoofd, Jezus Christus. En dus ook onder elkaar. Als wij hetzelfde hoofd hebben, zijn we, dezelfde vader, zijn we ook broeders van elkaar, broeders en zusters van elkaar. En wat noemt men het mystiek, wat noemt men het mystieke lichaam van Christus? Ja, dat is gewoon de kerk, hè. Dat is de kerk zelf, doordat deze innige en geheimnisvolle, want je kunt dat niet zien, de Heilige Geest kun je niet zien. Je staat van genade, kun je niet zien. Je kunt wel zien dat je ingeschreven bent in de kerk door de kerkregisters, maar die kerkregisters die bestadigt maar wat er in je ziel gebeurd is. Doordat een innige en geheimnisvolle eenheid al haar leden met Christus onder elkaar verbindt. Dus dat is gewoon de kerk, het mystieke lichaam. Paulus spreekt erover, hè, dat we een gemeenschap zijn zoals een lichaam. Want de een is het hoofd, de ander zijn de ledematen, de andere... Iedereen heeft een functie. Je hebt priesters, bisschoppen, gelovigen, diakens. En tussen de gelovigen heb je mensen die bijvoorbeeld... je hebt getrouwde mensen, die vooral kinderen moeten krijgen en opvoeden. En de kerk moeten bijstaan. En apostolaat ook op een niveau moeten voeren natuurlijk. En je hebt dan, bijvoorbeeld zusters en zusters, kloosterzusters en je hebt paters en nonnen. Bijvoorbeeld je hebt zusters die zorgen voor de verpleging, zusters die zorgen voor onderwijs. Je hebt onderwijzende orden, je hebt missionaire ordes. Dus iedereen heeft zijn functie, ziet je? Zoals de leden van het lichaam allemaal een functie hebben. Sint Paulus spreekt er uitvoerig over in zijn brieven en verschillende malen. Eigenlijk komt het concept van het mystiek lichaam van Sint Paulus. Dus er is één geest, maar er zijn verschillende gaven. En we worden allemaal één groep, één lichaam, één kerk. Eenzelfde geloof, maar verschillende gaven. Trouwens zijn geen twee mensen hetzelfde, dus iedereen heeft ook al verschillende natuurlijke gaven. Het verstand, geheugen en wil, gevoeligheid, talenten, het lichaam, lichamelijke mogelijkheden. Dat alles is verdeeld onder de mensen. Hè? Dus het is niet iemand die alle talenten heeft en ander niks. Dus iedereen heeft bepaalde talenten gekregen. Op natuurlijk vlak. Zo is het ook op boven natuurlijk vlak. En die moeten we gebruiken natuurlijk. Ten dienste van God, de glorie van God, het heil van de zielen.
Dat is het mystieke lichaam van Christus. En wie maakt een deel uit van de gemeenschap van de heiligen? Die gemeenschap van de heiligen, wie concreet nu? Wel, er zijn drie grote delen, door grote delen van de kerk. Want de gemeenschap van de heiligen, dat is eigenlijk de kerk als zijnde, dus die enige band. Je hebt de leden van de strijdende kerk, dat zijn wij op aarde. Wij moeten strijden, want wij moeten nog zien dat we dus de hemel verdienen door de strijd. We hebben vrienden en vijanden. Onze vriend, dat is God, dat is Jezus, Maria, dat zijn de heiligen, zoals ik juist gezegd heb, de gaven van de Heilige Geest, dat is alles wat onze beschikking staat, dat zijn onze middelen. En je hebt ook vijanden en die zijn vijfvoudig. Je hebt drie vijanden in ons, dat is de drievoudige begeerlijkheid. De begeerlijkheid van de geestige, de begeerlijkheid van het lichaam, de begeerlijkheid van de wil, dus van de wilde, van de ogen, weet dat. En dan uitwendige vijanden, de duivels zijn onzichtbare uitwendige vijanden, en je hebt de uitwendige zichtbare vijanden, dat is de wereld. Maar niet de wereld voor zover hij geschapen is, want je hebt twee werelden. De wereld voor zover hij geschapen is goed, is een gave van God, maar de wereld voor zover het een structuur is van mensen die de zonde organiseren. Dus je hebt vijf vijanden. Er zijn de strijdende kerk, je hebt vijf vijanden, waarvan de duivel het hoofd is, maar je hebt vijf vijanden. En je hebt, je hebt twee middelen om mee naar de hemel te gaan, namelijk je goede wil en de genademiddelen. Met die twee middelen gaat je naar de hemel. Met uw goede wil, je moet altijd van goede wil zijn, je moet altijd uw uiterste best doen. Doe uw best en God doet de rest. Bemin God met al uw krachten. He? Dus met uw goede wil, en dan geholpen door de genade, en je moet die genademiddelen natuurlijk zien te gebruiken, die de kerk u geeft, dan moet je juist de kerk vinden, want de katholieke kerk is de enige die de ware sacramenten heeft. He? Die kerk die één is met het verleden ook, met tijd en plaats, dus die traditionele kerk. Ja, ik heb u vergeten te zeggen dat straks, omdat het kenmerk van de kerk eenheid is, de kerk is één, heilige en apostolische één, omdat ze één is, is ze ook traditioneel. Want die traditioneel betekent dat ze één is met het verleden. Dat ze niet breekt met het verleden. Weet je? Dus omdat de kerk één is, is ze automatisch ook traditioneel. Dat de kerk traditioneel is, dat is het gevolg van haar eenheid. En dat is een kenmerk van de ware kerk. En het catechisme zegt, de ware kerk is één, heilige, heilige apostolen, dat zijn de vier kenmerken, inwendige kenmerken. De strijdende kerk dus, en heb je de leidende kerk, dat zijn de zielen in het vagevuur, die zijn lid van de kerk. Dat zijn gedoopten, die zeker naar de hemel gaan. Dat zijn vrienden van God, dus die hebben die liefde van... Dat zijn zielen die in staat van genade gestorven zijn. Dus die hebben die band van de Heilige Geest. Dus de liefde tot God, die hebben die staat van genade. Die hebben dus die behoren tot de gemeenschap van de heiligen. Door hun liefde tot God. Die hebben geloof, hoop en liefde. En die kunnen niet meer zondigen en die lijden heel geduldig. Die morren niet meer, want ze kunnen niet meer zondigen. Want morren is een zonde. In het vuur kunnen niet meer zondigen, dus die morren niet. En die lijden vreselijk, die liggen in een vuur, de vagevuur. Dus het lijden van het vagevuur is zoals de hel, alleen duurt het niet eeuwig. Het houdt op als je dus je tol betaald hebt, als je je schuld betaald hebt. Ja? Ze kunnen geen verdiensten meer bewerven. Nee, ze kunnen geen verdiensten meer bewerven, hè? Dat is hier op aarde. Hè? Ze kunnen geen verdiensten meer bewerven. Maar er is een discussie onder theologen of de zielen van het vagevuur u kunnen helpen. Het is zeker dat als je voor de zielen van het vagevuur bidt, want wij kunnen hen helpen. Wij kunnen wel verdienen voor onszelf of voor de zielen van het vagevuur. Zelfs voor die van de hemel kunnen verdienen. Namelijk, niet dat ze naar de hemel gaan, want ze zijn er al, maar dat hun eredienst op aarde verspreid wordt. Bijvoorbeeld, je kunt zorgen dat de eredienst van de heer Antonis van Padua, dat die verspreid wordt. Hè. De dinsdagen van de heilige Papa van Padua, of van de heilige Rita, of van de eredienst van Maria, hè? Of van het heilige hart. U kunt daarvoor zorgen dat het uitgebreid wordt. Hè? Dus in die zin, en dat is ook een genade. Dat is ook een genade. In die zin kunt je van alles doen voor de zielen van het vagevuur. Dus kunt u zien van het vagevuur.
Want wij kunnen nog verdienen en u kunt die verdiensten dus afstaan voor die, om het vagevuur te helpen en om ze eruit te helpen. Maar, en zij zullen u dankbaar zijn natuurlijk. Stel voor dat ze in de hemel komen omdat jij voor hen gebeden hebt en verdiend hebt. Bijvoorbeeld, je hebt een volle aflaat verdiend. Hè? Een volle aflaat betekent dat je dus een ziel uit het vagevuur gehaald hebt. Door een bepaald werk te doen, waardoor de paus, een geldige paus, daar juist dat effect aan heeft verbonden. Want de paus heeft de macht gekregen van Jezus om te binden en te ontbinden. Op aarde en in de hemel. Wat op aarde gebonden hebt, zal in de hemel gebonden zijn. Wat je ontbindt op aarde, zal ontbonden zijn in de hemel. Ja? Zegt Jezus. Dus dat is de sleutelmacht. De macht om te binden en ontbinden. Dus er worden twee sleutels getoond. Hè? Als symbool van de pauselijke macht. Twee sleutels. Hè? Ik weet niet of je dat in de gaten hebt. Dus het symbool van Rome kan zijn, dus twee sleutels. Wel, wij kunnen ze helpen, maar de theologen zijn het er niet over eens of dat zij dan ons onmiddellijk gaan helpen vanuit het vagevuur. Alle theologen zijn het erover eens dat die zielen van het vagevuur ons zullen helpen eens dat ze in de hemel zijn. Want de heiligen in de hemel kunnen ons helpen natuurlijk, dat weten we wel. De heiligen in de hemel kunnen ons helpen. Dus als we dat nu samenvatten, dan gaat juist de volgende vraag over. Welke gemeenschap bestaat er tussen ons en de heiligen in de hemel? Wel, dus de gemeenschap die er bestaat, is dat wij, de heiligen in de hemel, die kennen de gebeden die wij tot hen richten. En de eredienst die wij hun bewijzen. Dus gebieden nog één tot heilige Antonius van Padua, of de heilige Rita, of tot de heilige Ignatius Engel Michael, het is vandaag zijn feest. En die zien dat vanuit de hemel. In God zien ze dat. Want die hebben de zalige godsaanschouwing en God weet alles. Dus ze hebben deel aan Gods al kennis. En dan zien ze bijvoorbeeld, dus voor hen is er ook geen limiet. Als er 10.000 mensen vandaag, of 100.000 mensen, of 1 miljoen mensen voor de heilige Michael hebben gebeden, is dat voor de heilige Michael geen probleem om dat te zien. Doordat hij deelneemt aan het verstand van God, door de zalige godsaanschouwing. Weet je? Voor een louterlijk geschapen verstand, zelfs een engelenverstand, zou dat niet te doen zijn. Tegelijkertijd 1 miljoen mensen aanhoren en tegelijkertijd aan hun gebeden beantwoorden, dat gaat niet, hè. Je kunt maar één ding tegelijk doen, uiteindelijk. Hè? Dat was die discussie in de middeleeuwen, hè. Hoeveel engelen kunnen op de punt van een naald zitten? Dat wel één. Dat wil zeggen dat één engel tegelijkertijd, hè, kun je ook zo interpreteren, dat maar één ding kan doen, hè. Ook wij, Sint Thomas zegt, de mens kan maar één ding tegelijkertijd goed doen. Maar omdat ze deel hebben aan God, is het mogelijk dat ze dus aan ons voldoen. Dus die engelen en die heiligen, die zien in de hemel, want we moeten ook de engelen niet vergeten. We spreken over dus de leden van de zegevierende kerk. Dat zijn niet alleen mensen, hè? Dat zijn niet alleen zielen, dat zijn ook engelen. In het vagevuur zijn er geen engelen. Ik bedoel, als leidend subject, misschien om de zaak in het oog te houden, dat er niemand gaat lopen of zo. En de duivelen die hebben de duivelen hebben dus zijn zij die doen lijden natuurlijk, maar ze hebben alleen maar macht die God gegeven heeft. Maar dus in het vagevuur zijn normaal degenen die lijden in het vagevuur zijn helemaal dus alleen maar zielen, menselijke zielen. Op aarde zijn de leden van de kerk mensen. Een dier kan geen lid zijn van de kerk, want hij kan niet gedoopt worden. Een engel, dat is lang gebeurd. Die hebben hun proef al gehad, die zijn al in de hemel of in de hel, één van de twee, dat is lang gebeurd. Dus die zijn niet meer in de strijdende kerk. Maar die gaan wel op de kerk inwerken, maar dat is juist vanuit de hemel of vanuit de hel. Ziet je? Dat is een verschil, hè? Maar ik heb het nu over de gemeenschap van de heiligen, dus dan kunnen we het niet over de duivels hebben natuurlijk. Dat zijn onze vijanden.
Maar we hebben een gemeenschap in onze strijd tegen die vijand hier op aarde, want we zijn een sterrende kerk. Ziet je? Wij zijn behoevend. De hemel is niet meer behoevend. Die genieten. Maar wij zijn behoevend, wij hebben hulp nodig. Daarmee is die gemeenschap nodig. Dus die interactie tussen ons en de hemel. En ook het Vadervuur, die zijn ook behoevend. Sint Thomas van Aquino zegt is dat die zielen van het Vadervuur het meeste behoevend zijn van alle leden van de kerk. Daarmee noemt hij de leidende kerk. Dus ze hebben meer nood dan eender wie. Dus die moeten we helpen, want wij kunnen ze helpen. Door onze gebeden kunnen we ze helpen. Dus wat zijn de relaties nu? Wel, de relatie met de hemel is dat wij die heiligen en die engelen in de hemel kunnen helpen in die zin dat wij hun eredienst op aarde kunnen uitbreiden. Wij kunnen zorgen dat bijvoorbeeld Heilige Michael meer vereerd wordt door pamfletten te verspreiden over met de litanie van Heilige Michael. Ik geef een concreet voorbeeld. Daar kunnen we voor zorgen. En wij kunnen hun levens lezen. En wij kunnen een beeld van hen bij ons thuis zetten en laten zegenen en voorbidden. Hè? Dus wij kunnen ze vereren, kaas voorbranden enzovoort, bloemen voorzetten enzovoort. We kunnen ze vereren, vooral Maria en Heilig Hart. Ja, litanie bidden. Dat kunnen wij voor de hemel doen. Wat kunnen zij voor ons doen? Wel, zij kunnen heel veel, want zij zijn vrienden van God. Dus al wat God voor ons kan doen, dan kunnen zij voorspreken. Zij kunnen voorspreken, zij kunnen lobbyen, zij kunnen, dat is misschien een lelijk woord, wij noemen dat voorspreken. Hè? Vooral Maria, die is middelares van alle genade, Jezus is onze grote voorspreker, maar ook alle heiligen zijn voorsprekers. En de protestanten die bevechten dat. De protestanten zeggen, we hebben maar één middelaar, Jezus. En dan zeg ik tegen die protestanten, hebt jij nooit voor een medebroeder gebeden? Als jij in uw gemeente samenkomt zondag, wordt dan niet gebeden voor de een en de ander in afwezigheid, voor die ziekjes? Er zijn zelfs ziekensessies. Hè? Je ziet het zo dat de protestanten dus allemaal binnenkomen om zieken te genezen. En dan die voorganger, of die voorgangster, die gaat dan bidden, dat iedereen moet bidden, samenbidden, dat die persoon genezen wordt. Enzovoort. Wel, dus als die genezen wordt, of er is een gebedsverhoring eventueel, die natuurlijk twijfelachtig is, maar in ieder geval, jij spreekt hem toch ten beste voor hem. Als jij bent een schepsel, hier op aarde, jij zondaar, kunt al ten beste wil spreken en jij aanvaardt dat voor een medebroeder, waarom dan Maria dat niet doen in de hemel, of die engelen in de hemel dat niet kunnen, die zijn veel heiliger dan jij, die weten veel meer, die zijn machtiger. Waarom zouden die dan niet kunnen tussenmiddelaar kunnen zijn? Dus de protestanten zeggen, er zijn geen tussenmiddelaars. Maar als er geen tussenmiddelaars zijn, dan zeggen in de hemel zijn er geen tussenmiddelaars. Maar op aarde zijn er dan wel. Dat is toch niet consequent. Dus zij zijn tussenmiddelaars, voor hun medebroeders. Want je moet telkens voor de gemeente bidden, hè? Dat noemen ze dan de gemeente. Ze spreken niet over parochies, maar over de gemeente. Wel, dus wij kunnen inderdaad, dus zij in de hemel kunnen voor ons bemiddelen en geweldig bemiddelen. Dus er zijn verschillende mensen die al verhalen hebben en getuigenissen van mirakels. Ik in mijn familie heb ik getuigenissen van mirakels. Mijn moeder moest bevallen van mijn jongste zus. En er was een verpleegster die voor een abortuspil toediende. En mijn moeder heeft dat geweigerd. Ze zei, maar dan gaat je alle twee sterven, want je hebt albumin 100%. Je gaat allebei sterven. En mijn moeder zei, ik ga mijn kind niet vermoorden om te overleven. En ze is gaan bidden voor de heilige Rita, de patrones van de hopeloze gevallen. En ze zijn er allebei levend uitgekomen. Mijn moeder en mijn zus. Weet je? Iedereen heeft ze van die... Iedere familie heeft ze van die getuigenissen, van die gebedsverhoringen. Of heel veel in ieder geval. Dus het is niet uitzonderlijk. Dus je ziet, dus de hemelse, de heiligen kunnen ten beste spreken voor ons. Hè. Ze kunnen ons helpen. Maria. Ja, zonder Maria kun je niks meer doen, want God,
God heeft besloten van alles door zijn zoon te geven en zijn zoon heeft besloten van alles door zijn moeder te geven. Dus dat zijn al twee heiligen waar je niet omheen kunt, Jezus en Maria. Maar al die andere heiligen, die zijn machtig, hè? En wie moet je dan nemen als heilige? Wel, je bent verplicht van Jezus, Maria en Jozef te vereren. Dan zet je verplicht en ook uw engel bewaarde en uw patroonheilige. Die zet je verplicht. Dus, want dat is verplicht van dankbaarheid en die zijn gewoon aan u toegewezen. Hè? En al de anderen zijn vrij, maar meestal nemen de mensen die heiligen die overeenkomen met hun eigen, met hun, wat ze zelf hebben meegemaakt in hun leven. Hè? Als je vrouw bent, kies je een vrouw. Als je getrouwd bent, kies je een getrouwde vrouw. Als je bijvoorbeeld in een bepaalde situatie bent, bijvoorbeeld je bent een bakker, dan kies je een heilige. Een bakker, een bakkersheilige, de patroon van de bakkers. Hè? Laurentius. Laurentius, hè? Ja. Dus je kiest een bepaalde heilige die in uw situatie gezeten heeft. Om twee redenen. Jij gaat daar u door aangetrokken voelen, want die zit in dezelfde situatie als jij. Maar hij gaat u ook beter kunnen helpen. Want die heiligen die zijn ergens beperkt in hun middelen. Alleen Jezus en Maria zijn onbeperkt. En ook Jozef. Maar de andere heiligen zijn beperkt. Die hebben specialiteiten. Begrijp je? Bijvoorbeeld de heilige Godelieve is gekend voor keelziekte. Waarom? Omdat ze gewurgd is geweest. En voor een moeilijk huwelijk, want ze heeft een moeilijke man gehad. De heilige Antonius is gespecialiseerd in het vinden van verloren voorwerpen. Iedere heilige die heeft een bepaalde genade, een glorie, en dat is normaal. Want daarin zult je beloond worden waarin je goed gedaan hebt, en daarin zult je gestraft worden waarin je slecht gedaan hebt. Dat is de rechtvaardigheid van God. Dus die heiligen die hebben vooral die genade en die glorie die beantwoordt aan hun deugd die ze beoefend hebben. En dus is die glorie en die genade die ze vooral kunnen mededelen, natuurlijk aan anderen. Want je kunt alleen maar geven wat je hebt. Dus als je bijvoorbeeld de heilige Paulus als patroon neemt, of je gaat hem vereren, dan gaat hij je helpen om goed te preken, want hij was een predikant. Hè? Als je een huisvader bent, dan gaat je Sint-Jozef nemen, of een heilige die een goede huisvader geweest is. Hè? Is er een vrouw die zoekt naar een man? Dan bid je de heilige Anna, hè? Want die heeft een goede man gevonden, die Maria heeft voorgebracht. Hè? In Nederland is er zo'n schietgebedje, Sint-Anne, geef me een man. Dus dat is ingeburgerd, de mensen weten dat. Er zijn dus specialiteiten van de heiligen, en dat is heel normaal, omdat ze dus ook op aarde niet alle deugden, en niet in alle omstandigheden hebben gezeten waar de mens kan zijn, maar in bepaalde omstandigheden, en nagenant die noden van die omstandigheden, bepaalde deugden die eraan beantwoorden hebben beoefend. Bijvoorbeeld, je hebt martelaars gehad in de eerste drie eeuwen, nadien heb je kerkvaders gehad. Er zijn kerkvaders die niet als martelaar gestorven zijn. Bijvoorbeeld, als je wilt goed studeren, godsdienst wilt bestuderen, dan roep je de heilige Thomas van Aquino aan, of de heilige Dominicus. Hè? Dat zijn geleerde koppen. Dat zijn heiligen die veel gestudeerd hebben. En die gaan u helpen. Hè? Ziet je? Dus, en dan de relatie tussen ons en dan die zielen van het vagevuur, dat heb ik juist gezegd. Wij kunnen de zielen in het vagevuur helpen, want wij kunnen nog verdienen hier op aarde. Maar zij kunnen niet meer verdienen. Voor hen is het volledig gevallen. En het is nu de tijd van de uitbetaling. Hè? Degenen die goed gedaan hebben, die krijgen dus een beloning. Die anderen slecht gedaan hebben, krijgen een straf. En in het vagevuur krijg je dus een straf. Je krijgt de hemel als belofte. Dus diegenen die in het vagevuur terechtkomen, die zijn in staat van genade, dus in vriendschap met God, gestorven, maar die hebben nog wel iets te betalen. En dat is heel pijnlijk. En wij kunnen ze helpen. En ik heb juist gezegd, als wij ze helpen, is het niet zeker dat zij ons onmiddellijk kunnen helpen als ze nog in het vagevuur zitten. Dat is een discussie onder theologen. Maar waar ze het allemaal over eens zijn, dat is dat eens dat ze in de hemel zijn aangekomen, zullen ze ons zeker helpen, want ze hebben een plicht van dankbaarheid. En vermis het heilige zijn, kunnen ze niet meer ondankbaar zijn, want dat is een zondige. Ondankbaarheid is een zware zonde, hè? Dat is een deerlijke zonde. En zij kunnen niet zondigen. Dus zij zullen heel dankbaar zijn. Ziet je? Geweldig dankbaar. En het zijn geweldige vrienden van God. Ze zijn machtig, ze zijn heiligen in de hemel.
En je hebt ze uit een verschrikkelijke nood gehaald. Het ergste lijden zegt. De kerkvaders zeggen dat het lijden niet vaak het ergste is. Erger is dan alle lijden op aarde tezamen. Dus als je iemand uit vaagvuur hebt gehad, is die geweldig dankbaar en die zal u dus voor de beste spreken in de hemel. He? Dus het is een geweldige, goede devotie. Die gemeenschap van de hel, die moeten we ontwikkelen. Er bestaan verschillende feesten rond. He? Het feest van die eerste gemeenschap, namelijk tussen de aarde en de hemel, is Allerheilige. Allerheilige. Trouwens, elke dag wordt een heilige gevierd. Maar ja, omdat er zoveel zijn, kunnen ze niet allemaal. En zijn er die we niet kennen. Bijvoorbeeld, waar zijn de heiligen van de boerenkrijg? Er zijn mensen die in de boerenkrijg gevallen zijn. Hè? Die zijn voor hun geloof gestorven. Die hebben hun bloed vergoten. Waar zijn ze? Ik bedoel, waar is hun canonisatie? Hoe heten ze? Die zijn niet gecanoniseerd geworden. En wel, we kunnen ze vereren met de mis van alle heiligen. Hè? We kunnen ze aanroepen. Hè? God weet wie dat ze zijn. Enzovoort. Diegenen die gevallen zijn onder het communisme, onder de islam. Al die martelaars van tegenwoordig. Er zijn ontelbare martelaars. Meer dan vroeger. En we kunnen ze bidden, hè. En dat is een geweldige devotie, hè. Een geweldige devotie. Als je ziet wat een voordeel de pastoor van Ars getrokken heeft uit zijn devotie voor één enkele heilige, de heilige Philomena. De heilige pastoor van Ars, die heeft ergens in de archieven een vergeten heilige gevonden, heilige Philomena, en hij begon ze te aanroepen. En hij zei dat telkens als hij iets vroeg, dat hij het bekwam. En dat was zijn lievelingsheilige. Hij heeft die ganse leven altijd alles aan de heilige Philomena gevraagd en had alles bekomen. Dus al die mirakel die de heilige pastoor van Ars gedaan heeft, al die genade, die heeft hij vooral bekomen van de heilige Philomena. En door de heilige pastoor van Ars, de heilige Philomena, maagd en martelares van de eerste eeuw, dus zo bekend geraakt. Om een voorbeeld te geven. Dus we hebben daar geweldig voordeel bij van die heiligen te vereren, want die zijn voorspreken, die zijn machtig en die zijn goed. En wij hebben er geweldig voordelen bij van die zielen in het vagevuur te helpen, want die hebben een plicht van dankbaarheid. Als je die heiligen in de hemel bidt, dan nemen ze de goedheid die hun zal stimuleren om u te helpen, de liefde, die er is natuurlijk, want ze hebben binnen God perfect en naast aan zichzelf. Dus ze gaan u helpen, omdat de wet van God zegt, je moet voor een ander doen wat je wilt dat ze voor jezelf gedaan wordt. Dus ze gaan u helpen alsof ze voor zichzelf moeten zorgen. Dat is goed, hè? Maar als je die zielen van het vagevuur gaat helpen, is er bovendien nog de motivatie van de rechtvaardigheid. Jij hebt hen uit een geweldige nood geholpen, zij gaan u ook dankbaar zijn. Dus ze zijn dubbel gemotiveerd. Niet alleen omdat ze u beminnen als hunzelf, eens dat ze in de hemel zijn, hè? Eens dat ze in de hemel zijn, dus ze u ook in de hemel willen brengen. Maar ook een plicht van dankbaarheid. Dat is geweldig, hè? Dus we moeten heel veel bidden voor de zielen van het vagevuur. En de postconciliaire kerk of secte, het is een secte voor zover ze ketters zijn, die hebben dat in het vergeethoekje geduwd. Waarom? Omdat ze ecumenen hebben willen doen met protestanten, Amerikanen. Orthodoxe, schismatieke, vooral met de protestanten. En de protestanten geloven niet in het vagevuur. Luther is een oorlog begonnen tegen de aflaten. Huh? En omdat ze niet in het vagevuur geloven, hebben ze ook de boek van de Maccabeën. Heeft Luther het boek van de Maccabeën uit de Heilige Schrift gesmeten? Want het boek van de Maccabeën spreekt erover dat Judas de Maccabeer na de veldslag een grote som zendt naar Jeruzalem, de Tempel van Jeruzalem. Om offers op te dragen voor diegenen die in de strijd gestorven zijn, voor het goede doel gestorven zijn, maar ze vonden wel in hun bagage afgoden. Dus hij zei, omdat ze gestorven zijn voor het goede doel, zijn ze dus eigenlijk geheiligd, maar ze hebben nog wel iets uit te boeden. En dus de Maccabeën geloofden, en dat is een boek van de Heilige Schrift, en dat is door God geschreven. Dus het bestaan van het vagevuur staat in de Heilige Schrift. En de Heilige Schrift zegt in het Nieuwe Testament, ze moeten nog door het vuur heen, voordat ze naar de hemel gaan, omdat ze niet helemaal in orde zijn. En het gezond verstand zegt, de meeste mensen zijn te goed voor de hel en te slecht voor de hemel. Er moet ergens een tussensituatie zijn. Hè? Het vagevuur, het vuur dat alles uitvaagt. De overgebleven zonde uitvaagt. Ziet je? Dus dat is,
En dus dat is heel belangrijk, die devotie. Heel belangrijk, die devotie. En omdat de postconciliaire secte dus, dus ecumene doet met de protestanten, dat wil zeggen eenheid zonder bekering. En die eenheid zonder bekering die gebeurt dus doordat ze alles achterwege laten wat ons scheidt, wat ons onderscheidt, en dat ze alleen maar spreken over wat we gemeenschappelijk hebben. Dus omdat de protestanten het vagevuur niet aannemen, wordt ook in de katholieke kerk dan, of in de postconciliaire kerk, niet meer over het vagevuur zo weinig mogelijk over gesproken. Heb dat zoveel mogelijk uit de nieuwe mis gehaald. Zoveel mogelijk. Zo weinig mogelijk spreken over de dingen. Ja. Ziet je? En daardoor wordt ook weinig gebeden. De mensen bidden ook veel niet meer, of weinig, voor de zielen van het vagevuur. Ze bidden er niet meer voor. Omdat ze niet weten, omdat er niet meer over gepreekt wordt. Ziet je? En die mensen lijden. En hoeveel miljarden mensen zijn er niet op aarde? Dus hoeveel mensen sterven er niet per dag? Hoeveel mensen gaan nu naar de hemel, vallen in de hel of gaan nu naar het vagevuur per dag, per minuut? En wie gaat die, en diegenen die in de hemel zijn, in de hel, ja, die zijn definitief, daar kun ik ze maar aan doen, behalve dus hetgeen dat ik u gezegd heb. Namelijk, je kunt nog bidden voor de, of je kunt zorgen dat die een eredienst van die heilige vooruit gaat, maar die hebben minder nood als die in het vagevuur. Maar wie gaat er die mensen, van die zielen van het vagevuur helpen? En die hebben de grootste nood. En wij kunnen ze helpen. En wij alleen. Dus het is een geweldige devotie voor te bidden voor de zielen van het vagevuur. Voor het feit dat je daardoor verdienst hebt omdat je goed werk doet. Je helpt iemand in nood. Je doet een goed werk. Je hebt de verdienst van een goed werk. Je verdient er uw hemel mee. Ten tweede, die mensen die geholpen worden, die zielen, eens dat die in de hemel zijn, of zelfs volgens sommige theologen reeds in het vage, kunnen ze voor u ten beste spreken. Ik herhaal het, uit twee motivaties. De eerste is een plicht. En ze kunnen niet meer zondigen, dus ze zullen perfect. De zielen in het vage kunnen niet meer verdienen, ook niet negatief verdienen. Ze kunnen niks meer verdienen, alleen maar ondergaan. Dus ze kunnen ook niet meer zondigen. Dus die gaan perfect dankbaar zijn. De plicht van dankbaarheid. En als ze in de hemel zijn, gaan ze dus dankbaar. Dan zijn ze heel machtig. En ze zijn machtig als ze in de hemel zijn. Want ze zijn vrienden van God. De heiligen die God neigen niet aan zijn vrienden. Hè. Dat is normaal. En vervolgens in de hemel hebben ze ook nog een plicht van liefde. En vaak ook dus dat je aan een naaste moet doen wat je voor jezelf wenst. Dus ze zijn gemotiveerd. Hè. Zo, dus dat voor de zielen in het vagevuur heel belangrijk. Ik wijd er een beetje over uit, omdat het een vergeten waarheid is. En een vergeten devotie. En zo belangrijk. Stel voor dat uw zuster of uw broer of uw vader of uw moeder in een vuur ligt, in een brandend huis. Ga zeggen, ja, maar ik heb geen tijd, ik ga wat eten, ik ga een frietje, ik ga een cola drinken, ik ga even naar tv kijken, ik ga een landing maken, ik ga... Laat ze maar zitten, hè. Wel, de kerkvaders zeggen dat alle lijden op aarde niet opweegt tegen wat ze in het vagevuur te lijden hebben. En wij zitten niks en wij doen niks. Dat is alsof je uw vader, uw moeder, uw broer, uw zuster in een brandend huis laat zitten en je trekt er niks van aan. Is dat normaal? Wel, en dat zijn geen verhaaltjes. Dat is het geloof dat ons de zekerheid geeft. Het geloof geeft ons de zekerheid van het geloof. Dat is een waarheid, dat is een zekerheid. Dus het is een schandaal, schandalig van Luther, van de protestanten, het is een duivelse uitvinding. Het is duivels van het vagevuur, bij wijze van spreken, af te schaffen. Dat is duivels. En dat de conciliaire kerk de praxis niet meer over spreekt, dat is ook duivels. Dus Apocalyps 12 zegt dat dus de duivel in de kerk zit. En hij zal niet meer winnen, maar het is een strijd. En dat betekent dat hij er wel in zit als hij. Er is een grote strijd in de hemel. De hemel op aarde, wil zeggen de kerk. Apocalypse 12 spreekt van een grote strijd in de hemel. Maar in de echte hemel waar die God is, is er geen strijd, want er is geen duivel. Maar de hemel op aarde, ja. De kerk is de hemel op aarde, want Jezus zegt, bekeer u, want het rijk der hemel is nabij en heeft het over de kerk. En dat is een hevige strijd. De duivel is in de kerk. Dus maar hij gaat niet meer winnen. En wel, dat is duivels. Dat is duivels.
Dat wij die mensen die in een brandend huis zitten, in het vagevuur, dat wij er ons niet mee aan denken. Het zijn onze broers en onze zusters. En zij zijn heiliger als wij, want wij kunnen nog in dood vallen en naar de hel gaan. En zij niet. Dus zij zijn heiliger als wij. Want zij gaan zeker naar de hemel. En die zekerheid hebben wij niet. Maar die zekerheid is relatief. We hebben die zekerheid als wij ons best doen en wij gebruiken de genademiddelen, dan gaan we naar de hemel. Maar er is een ander als bij. En bij hun is er geen als. Weet je? Ze zijn dood. Dus het is vonnis is gevallen. Dus zij gaan naar de hemel. Dus het zijn vrienden van God, dat zijn heiligen. En die mensen zitten in een brandend huis. En wij kunnen ze helpen met een volle aflaat. Hé jongens, word eens wakker. Nu moeten we nog nu vragen, hoe kunnen we de aflaat verdienen? Want ja, die aflaat, daarom dat dat wordt er natuurlijk gesproken over die aflaat, maar dat is het volgende gedeelte. Namelijk als het gaat over de vergiffenis van de zonde. Een aflaat, ik zal het er nu al zeggen, maar ik zal het de vorige keer over hebben, is een kwijtschelding door de Heilige Kerk verleend, namelijk door paus, door een paus normaal gezien. Dus de laatste paus die dat geregeld is Pius XII. Want Paulus VI heeft het ook nog geregeld in 1969, maar toen was hij reeds ketter. Want Paulus VI is ketter geworden door ketters van de Vaticaan II en door de ketterij verlies je pausschap, dat is bewezen. Is bewezen. Dat is bewezen. Dus er is een doctrine in de kerk die ook al altijd door iedereen, Gratianus zegt dat, hè, en vele anderen, dat als een paus een ketterij verkondigt, verliest hij zijn pausschap. Dus Paulus VI heeft geen macht meer gehad toen hij dus die nieuwe aflaten heeft geregeld, dus die zijn niet geldig. Dus wij moeten terug naar de regeling van Pius XII. Wel, dus door de kerk verleend een kwijtschelding van tijdelijke straffen. Dus van vagevuurstraffen. Niet de hel. Van de hel kunnen niet verlost worden. Maar van het vagevuur wel. Van tijdelijke straffen die wij, na de vergiffenis van onze zonde hier, wel van doodzonde, dus je hebt geen gebicht, hier of in het vagevuur nog moeten ondergaan. Dus je kunt vragen dat je vagevuur hier op aarde ondergaat, dat is voordeliger, want ik herhaal het. De kerkvaders zeggen dat alle lijden op aarde niet opwegen tegen het lijden van het vagevuur. Dus, een andere conclusie is niet alleen die mensen helpen die in het vagevuur zitten, die zielen, maar ook voor jezelf, denk eens een keer aan jezelf. Hè? Namelijk, het is beter voor jezelf het vagevuur hier op aarde te vragen, dat je alles uitgeboet hebt voordat je naar de hemel gaat, dan in het vagevuur te vallen. Maar ja, dan ga je wel afzien. Hè? Ik ken mensen die lijden en die zien af. En ik zeg, wat is er gebeurd? Uiteindelijk komt het te weten, ja, ze hebben gebeden dat ze hun vagevuur op aarde reeds zouden hebben. Ze hebben het gekregen. Het is een goede keus geweest. Maar toch zie je. Maar het is goed. Want als je het hier niet doet, later is het veel erger. Wat hier doet, waarom is het hier minder erg? Omdat je het uit vrije wil ondergaat. Je hebt het uit vrije wil ondergaan. De kinderen zijn er verplicht om te ondergaan. Ieder dat vrije wil gedaan is, heeft veel meer verdienst. Het is veel krachtiger. Ziet je? Dus met minder moeite kun je meer. Het ideaal is dat je ook voor jezelf een volle aflaat verdient. Hè? Je kunt ook voor jezelf een volle aflaat verdienen. Namelijk, er zijn aflaten die je op jezelf kunt toepassen of op de ziel in het vagevuur. Als je het op jezelf toepast, dan zet je al je straffen kwijt. Als je dan sterft naar een volle aflaat, ga je direct naar de hemel. Dat is mooi, hè? Of je kunt hem toepassen op een ziel in het vagevuur, dan gaat hij direct naar de hemel. Een volle aflaat. Je hebt ook gedeeltelijke aflaten. Of de gedeeltelijke aflaten zijn aflaten die inderdaad maar een gedeelte kwijtschelden. Het vagevuur lichter maken. Hè? Totdat alles uitgeboet is. Dus je ziet, dat is geweldig, hè, die gemeenschap van de heiligen. Hè? Dat is geweldig, hè. Wij leven hier op aarde, waar is de kerk? We moeten dan zien, waar is de kerk? Er zijn mensen die mij vragen, maar waar is de kerk? Ja, ik zeg, de kerk, dat is die gemeenschap van al die leden die voldoen aan de definitie van wie christelijk is. Dat staat in de catechismus hier. Wie is christelijk? De gedoopte die de leden van Christus geloofd en beleid onder het wettig gezag. Hè? De ware kerk. Voilà. Wel, hoeveel mensen geloven nog, zijn geen ketters. Wie gelooft nog in het dogma, buiten de kerk geen heil? Wie gelooft in het dogma dat Maria maagd is voor onder en na de geboorte, om maar twee te noemen die het meeste te lijden hebben gehad? Mensen gaan, maar iedereen kan in zijn geloof zalig worden. Ah nee.
Ah nee, er staat in de Heilige Schrift, er is geen heil in enige andere. Hoe kunt u dan in uw geloof zalig worden? Dat is al een ketterij, hè? Dat werd verkondigd voor concilie reeds. Hè? Dat werd dit voor concilie verkondigd reeds door sommigen. Hè? Dus de modernisme was al bezig. Hè? Ieder kan zalig worden in zijn geloof. Nee, absoluut niet. Want dan moet je de missies afschaffen, als zo gezegd. Dan zijn de missies niet meer nodig. Hè? Maar ja, natuurlijk is het doopsel van begeerte, maar dat is niet in zijn geloof. Dat is als door het doopsel van begeerte wordt je wel lid van de kerk. Niet van het lichaam van de kerk, maar van de ziel van de kerk. Hè? Dus dat is niet in zijn geloof dat je dan zalig wordt. Hè? Maar in het geloof van Jezus. Hè? Dat Jezus ons gezegend heeft. Dus expliciet of impliciet. Dus dat is heel belangrijk. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Om die laatste vraag nu af te ronden hier. Welke gemeenschap bestaat er tussen ons en de ziel in het vagevuur? Ah, maar ja, dat is geen dat ik u juist heb uitgelegd. De catechismus zegt dat heel beknopt. De ziel in het vagevuur worden geholpen door het misoffer. Ah ja, want dat is Jezus die zich offert. Hè. Jezus heeft iedereen verlost. Hè. En vooral door missen op te dragen, kun je ziel in het vagevuur helpen. Als je de 30 opdraagt, elke dag aan een stuk door, dus elke dag gedurende 30 dagen zonder één dag over te slagen, dan noemen ze dat 30 Gregoriaanse missen. En dat is heel efficiënt om zielen te helpen. Dus door het misoffer, door de goede werken die we doen, er zijn verschillende goede werken, de lichamelijke werken van matigheid en de geestelijke werken van matigheid. Bijvoorbeeld bidden is ook een goed werk. Dus al het goede wat je doet in staat van genade voor God en voor Jezus, dat is een goed werk, hè. Door de gebeden en de aflaten die wij aan God voor en opdragen, en wij mogen geloven dat de zielen ons bij God helpen door de gebeden. Ja, dat kan ik geloven. Zo, we zijn een beetje rond, want nu die mensen die filosofie willen worden, zijn misschien aan te schuiven. Zijn er nog vragen over die godsdienstles? Eén vraag. Door de anderen is er hier een chatmogelijkheid, hè? Ja. Ja? De protestanten geloven niet in het vagevuur, geloven ze dan in de hel? Hè? Ja, de protestanten geloven niet in het vagevuur, geloven ze dan in de hel? Ja, in de hel geloven ze wel. Ja. Maar ze geloven niet dat Luther erin zit. Ze geloven in de hel. Ja, ik weet ook niet of Luther erin zit. Ik zal niet oordelen en veroordelen, maar er zijn wel mensen die... Niet dat hij een privéopenbaring heeft gehad. Ja. In ieder geval moest hij geen oprecht berouw gehad hebben voor hij sterft. Het is natuurlijk naar de vaantjes. Hij heeft zelfmoord gepleegd, ja. Ja. Dus volgens bronnen, historische bronnen, heeft hij zelfmoord gepleegd. Ja. Maar dat werd onmiddellijk verdoezeld, zoveel mogelijk. Maar er zijn toch bronnen die uitgelekt hebben, ja. Ja. Ja, hij werd wanhopig, want hij kwam ook in tegenspraak met zichzelf, hè. Het is uit de hand gelopen en hij kon het niet meer terugschroeven. En hij heeft het moed niet gehad om het terug te schroeven. Bijvoorbeeld als hij zegt dat de kerk niks mag bezitten. Want Jezus had geen steen om zijn hoofd op te leggen. Dan werd hij geweldig succesrijk. Want al die baronnen en die prinsen en die graven die wilden protestant worden. Want mochten ze die dingen van de kerk afpakken. Zeg, de kerk mag niks bezitten. Dus papa, dan palen wij dat in. Hè. Dan is dat voor ons. Hè. Dus als je protestant werd... Je werd baron en je werd protestant, mocht je die domeinen van die kerk inpalmen, innemen. Hè? Van die abdijen en van die bisdommen en zo, van die kloosterorden, dat zijn geweldige. Hier in België, voor de revolutie, was bijna een derde van België was eigendom van de kerk. Hè? En de Franse revolutie heeft dat weer gestolen. Hè? Wel, en op een gegeven moment had de volgelingen, die waren consequent, die waren logisch. Die zeiden, ja, maar als Jezus geen steen had en de kerk mag het niet hebben, mogen wij ook niks bezitten. En ook die baronnen niet. Maar ja, die mogen ze ook niet bezitten. Dus mogen ze het ook niet afpakken. En dan zag Luther dat hij dus in tegenspraak, dan zag Luther dat ook zijn succes zou kapot gaan. En toen heeft hij gezegd aan die baronnen, die Anabaptisten, want zo werden ze dan genoemd, die moet je afmaken, hè?
Hoe meer dat je eraf maakt, hoe vlugger dat je naar de hemel gaat. En hij heeft zijn eigen kinderen dus uitgemoord. Hè. Dat zijn mensen die heel logisch waren, die de leer van Luther toepasten. En ja, dus dat is, dat is, dat is. Hij was ook niet dom, hij moest geweten hebben dat het pervers is. Enzovoort. Ja, we gaan nu niet over Luther spreken, maar het protestantisme is wel een grote, grote kwaal. Er is een geweldige... De mensen die in die tijd leven, dachten dat hij de antichrist was. Hè. Want, en dan ook weer met ja, want hij zat in het heiligdom, hij was in die zin dat hij een priester was en een monnik. En hij heeft dus 1/3 verleid van Europa. Enzovoort. Dus, goed. Geen hand, ja, nog een vraag? De orthodoxe systematieken geloven in het vage. Ja, de orthodoxe systematiek geloven in het vage. Ja. Aflaten niet? Ja, die geloven ook in aflaten, maar, die geloven in alle aflaten van voor de schisma, maar niet meer van daarna. Ja, de aflaten terug op de pausen? Ja, de pausen, ja, maar er waren pausen voor het schisma. Hè? Dus de aflaten van orthodoxe. Zij in ieder geval, zij houden de regeling aan die bestond voor het schisma van de LDE. Huh? Voor de LDE. Dank je vanaf, want de paus heeft de macht om te binden en te onbinden. Hebben de paus sommige dingen, bijvoorbeeld de quadragenen zijn niet meer geldig. Hè? De quadragenen die geldig waren onder Pius 10 zijn door Pius 12 afgeschaft. Hè? Dus ja, je moet zien, hè. Kunnen ketters aflaten? Ah, nee. Ketters kunnen geen aflaten verdienen. Want zonder mij kun je niks doen. In zoverre een ketter, dus, een echte, dus weet dat hij ketter is, hè. Dat het een echte doodzonde is. Maar je kunt niet doodzondigen zonder volle kennis en volle toestemming. Dus zonder mij kun je niks doen. Dus je moet eerst in staat van genade zijn, voordat je ooit iets kunt verdienen. Hè? Dat is een fundamentele voorwaarde. Hè? Dus die schismatieken, voor zover de schismatiek zijn, kunnen niks verdienen. Of het zou moeten zijn dat ze onschuldig onwetend zijn. Een vrome vrouw in Siberië, die elke dag ons lieve vrouw gaat vreden, die trouw naar de mis gaat, die het christus kent en die voor de rest van heel die theologische discussie van dat schisma totaal niks af weet. Ja, dat mens is in staat van genade. Want ze hebben een geldig priesterschap, ze hebben geldig offers, ze hebben alles geldig, alleen ongeoorloofd. Maar ja, je moet het toch weten dat het ongeoorloofd is. Wie gaat dat vertellen? Niet Franciscus, hè? Ik bedoel, antipaus Franciscus, hè? Zal de missie stoppen? Ah ja, de missie moet stoppen. We mogen zelfs geen orthodoxe bekeren. Maar nee, dat is een grote zonde van orthodoxe te bekeren, zegt hij. Dat is vreselijk van zoiets te zeggen. Er zijn martelaars geweest, katholieke martelaars. In Drelhoef zijn er verschillende doodgeschoten door de orthodoxen, omdat ze zich niet wilden bekeren tot orthodoxie. Dat zijn martelaars van katholicisme. Wij hebben onze martelaars. En die martelaars die dragen zich om in hun graf. Hè? Die zijn voor niks gestorven dan, zo gezegd. Ja, wat zijn de aflaten... voor de 11e eeuw. Wat is die regeling? Daar kun je een studie van maken. Hè? Wat de aflaten zijn voor de 11e eeuw. Hè? En wel, daar geloven nog steeds de orthodoxen in. Hè? De geschiedenis is... Ja, ik zeg het. Dat gaat terug naar de... Maccabees, zelfs in het Oude Testament dachten ze dat ze de zien vage konden helpen. Hè? Door misoffers op te dragen. Enfin, niet de misoffer, maar door offers op te dragen die... De mis voorafbeeld, dus de offer van Jeruzalem, die het kruis over voorafbeeld. Dus in de 11e eeuw staat hier, kreeg de theologie rond de aflaten vastere vorm. Dus voilà, het schisma dateert van de 11e eeuw. Dus die aflaten die bestonden reeds daar toen, hè, die waren daar steeds bezig, hè, maar niet zo systematisch waarschijnlijk. Hè. Weet je? Want de aflaten heeft te maken, bijvoorbeeld gedeeltelijk aflaten heeft met jaren te maken, of met dagen, of met tijden bijvoorbeeld. Dus ze zeggen soms, je kunt met die godsdienstoefening, heb je 150 dagen aflaat. Wat wil dat zeggen?
Dat wil dus niet zeggen dat je 150 dagen minder in het vagevuur zit. Dat wil dat niet zeggen. Dat wil zeggen dat je zoveel bediensten hebt die toegepast worden op die ziel in het vagevuur of op jezelf, wat betreft je vagevuur, om dat te verminderen, dat je zoveel verdiensten hebt als een openbare boeteling in de katholieke kerk van de eerste eeuw. Want die boetes voor die doodzonde, na de absolutie moest je boete doen, en soms publieke boete voor doodzonde tenminste. Hè. Bijvoorbeeld iemand die overspel had gepleegd of zo, die moest boete doen, die moest in een boetekleed, die mocht niet deelnemen, die mocht niet de communie gaan gedurende een tijd, die moest water, ik weet niet wat, dat waren zware boetedoeningen. Hè. Wel, die verdiensten van zo'n zware boete van de eerste eeuw, gedurende 150 jaar, wat dat opbrengt aan verdiensten, dat is dan wat je met 10 en aflaat kunt verdienen. Dat wil dat zeggen. Dat betekent dat er in de eerste eeuw, door die boete, dat er al dus inderdaad vergiffenis van zonde kan bekomen worden. Hè? Oei. Ben ik nu alles kwijtgeraakt? Ah nee. Geen vragen meer. Er zijn een paar mensen die volgen online. De mensen die online volgen, die me horen, ze kunnen hier chatten. Een vraag stellen. Als er geen vragen zijn, dan stop je ermee. Wat zijn geen vragen meer? Er is heel veel te zeggen over over de gemeenschap van de heiligen. Hè. Heel veel, hè. We zouden eigenlijk die boeken met hoe dat je aflaten kunt verdienen en welke aflaten je moet uitgeven. Ik heb een aflatencodex. Ik heb die. Je kunt die op internet vinden ook nog, denk ik. Aflatencodex heet dat. Van Pius. Van Groot Concilie natuurlijk. Hè. Aflatencodex. Dus iemand die onlangs nog een gekocht heeft. Een van mijn gelovigen hier. Maar je moet een afladencodex hebben van vroeger, hè. Voilà. Dus ik heb hem hier staan. Dus afladencodex van 1941 heb ik hier. Ja. Ziet je? Nieuwe authentieke verzameling van gebeden en goede werken waaraan afladen verbonden zijn. Enige door de penitentiarie, dat wil zeggen dus de congregatie in Rome, die zich daarmee bezighield. Goedgekeurde volledige Nederlandse uitgaven. Bij Romen en Zonen. Romen en Zonen, J.J. Romen en Zonen, dat is een uitgeversmaatschappij. Van Roermond, dus rond Mazek, dus van Nederlands Limburg. En die hebben een afladen codex met CODEX, codex, dus uitgebracht. In het Nederlands, dus dat is interessant, hè. Dat is geen dat je moet hebben, hè. Dus ik bedoel, daar staat alles in. Die kunt u nog vinden. Ja. Die kunt u nog vinden. Misschien met moeite, anders moeten we die terug laten drukken. Hè. Ik vind dat we die terug moeten laten drukken, maar dat is veel te belangrijk. De mensen moeten dat weten. De mensen moeten dat hebben. Ja. Een vraagje. Ja. Ik heb hier een vraag ook hier. Excuseer. Hoe heeft de misdadiger aan het kruis... een goede vraag. Ja. Wel, dus er is een... inderdaad, de misdadiger aan het kruis heeft een volle aflaat verdiend. En wel, die aflaat die bestaat nu nog altijd. En die wordt zo verwoord met de volgende woorden. Degene die in zijn doodstrijd... zijn dood... aanvaardt in onderwerpenheid aan God, in onderwerpenheid aan God, in onderworpenheid aan God. En de tweede, Jezus aanroept, Jezus Maria aanroept, die krijgt een volle aflaat, in het uur van de dood. En heeft er twee gedaan. Heeft Jezus erkend, heeft hem aanroepen en zegt, denk aan mij. Hij zegt, wij ondergaan die straf rechtvaardig. Dus hij heeft het aanvaard, zijn straf. Hij zegt, hij is onschuldig, maar wij worden rechtvaardig gestraft. Dus hij heeft zijn dood
aanvaardt in onderwerpenheid aan Gods wil. En hij heeft Jezus aangeroepen en hij zegt: Jezus, gedenk mij als je in het paradijs zit, gedenk aan mij. Voilà, heeft aan de twee voorwaarden voldaan, om in het uur van zijn dood, de volgende aflaat. En nog een andere argumentatie is dat Jezus meer als een paus aflaten kan verleden natuurlijk. Hè. Maar die aflaat die hij verdiend heeft, die bestaat nu nog altijd. Daarom zijn er heel veel mensen die dus terechtgesteld zijn, zelfs misdadigers, die dat de terechtstellingsplaatsen in de middeleeuwen waren soms plaatsen waar mirakel gebeurde en genezingen. Dus de plaats waar mensen werden opgehangen of hun hoofd werd afgekapt, daar gingen vaak zieke mensen naartoe of zwangere vrouwen om dat bloed op te vangen. Misschien een lugubere bezigheid, maar ze werden wel geholpen daardoor. Dus ze vingen dat bloed op, het lubbertje bloed, en ze riepen die aan. Waarom? Omdat die persoon die zijn dood aanvaardt, ook al is het een grootste misdadiger, maar heeft gebicht natuurlijk, hè? Heeft oprecht berouw, heeft gebicht. Maar hij aanvaardt zijn dood in onderwerpenheid, hij aanvaardt zijn dood en hij roept Jezus aan, heeft hij een volle aflaat, dus hij gaat naar de hemel, is een heilige. En die mensen die gingen dus onder die, bijna onder het schavot daar, om die heilige, of hij, als hem heilig was, want dat kon zijn, dus niet allemaal waren heilig. Maar stel je voor dat hij dus inderdaad gebicht heeft na zijn dood aanvaard in onderworpenheid en niet eens, maar ja, dan heeft hij een volle aflaat, gaat hij naar de hemel. Dat was dan waarschijnlijk bekend. Dat was bekend natuurlijk. En die gingen daar dus naartoe, die zieke mensen en die zwangere vrouwen, om een goede bevalling te hebben, die gingen daar naartoe om te bekomen, want dat werkte. Ziet je? Dus die aflaat die Jezus verleend heeft aan het kruis, Die bestaat nog altijd, hè? Ja. Aan die goede moordenaar verleend heeft. De kerk heeft dat dan in een soort aflaat. Ah ja, de kerk heeft, de paus heeft dat geïnstitutionaliseerd, kun je zo zeggen. Ja, inderdaad, goede vraag. Maar dat was niet onderdeel van de diensten van de eerste christenen. Ja, dat komt van de verdiensten van de eerste christenen, ja, zeker. Maar ook van Jezus zelf, van Maria. Ja, ja. Die verdiensten van Jezus en Maria zijn om. Maria heeft dubbel verdiend wat Jezus verdiend heeft, heeft Maria ook nog eens verdiend. Samen met Jezus. Dus daarom, als je een Maria-devotie hebt, gaat je gemakkelijker naar de hemel. Omdat Maria dubbel verdiend, nog eens een keer verdiende wat Jezus verdiend heeft. Je hebt eigenlijk dubbel rantsoen. En Sint Franciscus heeft ook veel te veel verdiend dan wat voor hemzelf voldoende was. Dus hij, dus er is een overvloed aan genade in de kerk. En dat is die familieschat waar de paus kan uitputten om aan de behoeftigen uiteindelijk dus die dingen dus deel te laten hebben aan die verdiensten, die kwijtschelding van die schulden. Ja. Voilà. Ik heb wel vernomen dat een volle aflaat zeer moeilijk is. Een volle aflaat is zeer moeilijk omdat je volledig onthecht moet zijn aan vrijwillige gehechtheid aan dagelijkse zonde, dat is waar. Er is één uitzondering op, dat is dus een priester die de heldhaftige liefdesact heeft afgelegd en die mis opdraagt. Hoe dat die ook gesteld is, die had een ziel uit vagevuur. En uw dienaar heeft dat gedaan, dus ik heb dat gedaan. Dus je moet een heldhaftige liefdesakte afleggen. Hè? En dan, als je als priester de mis opdraagt, bij iedere mis, dat heet het voorrecht van het geprivilegieerd altaar. Maar een altaar is geprivilegieerd, maar bij mij, ik heb zo'n altaar niet nodig. Want omdat ik die acte heb afgelegd, is dat bij elke mis, aan welk altaar ook dat ik celebreer, heb ik dus niet dat privilege. Met een ziel uit vagevuur te halen. Dat is enkel voor priesters dan? Ja, die de mis opdraagt. Hè. Dus voor de leken die heldhaftige liefdesakte afleggen, dan ik weet niet, die hebben ook voordelen, maar ik weet niet wat juist wel de welke dat het is. Ik ben het vergeten, ik moet er nog eens gaan opzoeken wat dat juist allemaal. Ik heb het gedaan voor ik priester werd. Had ik het al gedaan. Dus, maar normaal gezien, voor een volle aflaat, moet je staat van genade zijn. Je moet de voorgeschreven werken doen. Hè. Als je staat onder de gewone voorwaarden, dat wil zeggen dus
gebiecht hebben 8 dagen tevoren of daarna en dezelfde dag gecommuniceerd hebben. En dan onthechten zijn, zoals ik zei, dus aan alle vrijwillige gehechtheid aan de dagelijkse zonde. Dat wil niet zeggen dat je geen dagelijkse zonde niet meer doet, maar dat je het op het moment dat je die aflaat verdient, het niet meer wilt doen. Dat je onthecht bent, dat je het niet meer wilt doen. Dat je zegt, ik wil het niet meer doen. Ik heb dat niet meer gepraktiseerd, want ze zeggen, ja kom, die dagelijkse zonde die ga ik niet bestrijden. Ik ben nu eenmaal zo, dus ik zal het blijven doen. Dat je daarmee praktiseert, begrijp je? Dat je daarmee compromitteert. Dat je compromissen hebt gesloten met je eigen zwakheden. Hè? Dan gaat je geen volle aflaat kunnen verdienen. Maar als je moedig de strijd aangaat tegen alle dagelijkse zonden, ook al valt je er nog eventueel in natuurlijk, maar je bent daaraan onthecht, je wilt ze niet, je wilt ze echt moedig bestrijden, dan voldoet je aan die voorwaarden. Maar dan is er niemand die aflaat kunnen verdienen. Hè? Want wie is zonder dagelijkse zonden? Het kan, zegt Concilie van Dende, maar met heel veel moeilijkheden kun je... Er zijn mensen die geen dagelijkse zonde meer doen, maar dat is heel uitzonderlijk. Hè? Door de bijwoning van de mis kunnen we ook... Ja, de mis is heel krachtig. Hè? Ja, de mis is heel krachtig. Ja. De mis is eigenlijk het krachtigste middel. Dat is Jezus die zich opoffert, natuurlijk. Hè. Goed, we gaan even pauzeren. Als er geen vragen meer zijn, dan komen we even terug voor de filosofie. Want het is al 9:30. We hebben eigenlijk een beetje uitgelopen omwille van de technische storingen. Tot 7:00.